Hi, goedemorgen. Ik weet niet wat er fout ging, maar er ging iets fout en ik was het opnemen en ineens waren jullie weg. Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. We gaan een full face make-up revolution doen en we begonnen met de Cloud Elixir serum. En ik had gezegd, ik heb hier een tasje voor doosjes en zo en dan zet ik de spullen die ik gebruikt heb daar. Dan weet ik wat ik gebruikt heb. Dit voelt goed en sticky aan. Ik ga een heel klein beetje correct en conceal onder mijn ogen doen. Ik heb een heel klein beetje verkleuring daar. Ik doe gewoon zo twee dipjes. En ik heb ook de under eye pot. Die is ook heel fijn. Maar goed, de concealer was nieuw, dus. Oké. Dan heb ik van XX Revolution. Ik ga het zonder bril proberen. De Liquid Skin Foxation. Dat ziet er zo uit. Nee, dat ziet er zo uit. En dan komt hij zo uit de doos. Even schudden. Het is een hele dunne foundation. Ik heb hem al een keer gebruikt, maar dat maakt niet uit. Met verdacht veel dekking. Het nadeel van die doppen is dat je er heel snel vies wordt. Kijk, het is echt heel dun. Ik doe anderhalf pompje hiervan. Laat ik mijn hand even daar liggen. Ik heb daar mijn spiegel staan, dus daarom kijk ik zo schuin. Kijk wat hij doet met één dip op mijn hand. Is gewoon mijn halve gezicht. En kijk naar mijn rode vlekken. Heel mooi gecamoufleerd. Het is geen dewy foundation. Hij is ook niet mat hoor. Heel klein beetje rond de wenkbrauwen extra voor het rood. Hier heb ik een hele nare droge plek zitten die over het algemeen niet heel goed wil blenden. Dus daar moet ik altijd even extra. Ja, nu is het goed. Zo. Dit is gewoon mijn huidskleur. Dit is gewoon mijn huidskleur. En dit is. Ja, dat kan ik natuurlijk niet lezen, welke kleur dit is. Jeetje, zelfs met plus 2,5 kan ik dat niet lezen. Ik pak even het doosje erbij. Dit is de kleur FX3. In de Make-up Revolution heb ik meestal F3. En dan heb ik daarvan ook de concealer. Zo.
die ziet er zo uit. En dat is ook... CX2. Eigenlijk heb ik geen concealer nodig. Dat deed ik van de week ook. Heel klein beetje hier. En toen vloepte er ook allemaal concealer op mijn kleren. In principe, als ik vaak zo'n color corrector op heb en foundation, dan hoef ik eigenlijk geen concealer op. De onderogen zet ik wel gelijk met de Makeup Revolution Under Eye Setting Powder. Poeder zo nog wel een keer. Hey, dat is niet de bedoeling. Er is hier een beetje foundation weg. Nou, dan heb ik de Skin Glow Bronzer in de kleur Flame. En die ziet er zo uit. Daarvoor ga ik een kwast pakken. Want ik heb gemerkt dat deze bronzer... Even schuddelen. Met een spons wegblendt. Zo komt hij eruit. Ik doe even met een kwast zo en dan. Het is niet een hele. Eén pompje was meer dan genoeg geweest. Het is niet een hele heftige. Maar het geeft net even een natuurlijk bronsje op je huid. Een beetje oranje, vind ik hem. Maar... valt wel mee. Ik heb hier ook een doekje steeds om mijn hand schoon te maken voordat alles onder de make-up zit. Oké, nou had ik voor poeder, heb ik van XX Revolution deze Glow Fix poeder. Hi. Hier zit een gouden shimmer in. Het is geen glitter. Maar ik merk dat mijn voorhoofd hier bijvoorbeeld heel erg goud ervan wordt. Dus ik gebruik hem straks wel. Maar ik denk een beetje als finishing poeder. Eerst gaan we met de Revolution Bake and Blot gewoon even alles droog maken. Want ik hou niet van een nat gezicht.
heel klein beetje nog hier. Zo. Dat is genoeg. En dan druk ik het even lekker zo in. Weet je, het haalt een beetje van de duw weg die ik had van de elixir. Maar dat komt zo wel weer terug. Ja, ik hou gewoon niet van een sticky gezicht. Heel klein beetje van spray van Max & More. Om een beetje het poedereffect weg te halen. Goed, wenkbrauwen heb ik niet van Makeup Revolution, dus ik gebruik mijn Essence potlood daarvoor. Die zit in mijn Shop My Stash. De kant van het potlood wat ik gebruik is een soort pomade potloodachtig iets. Het is niet echt een potlood. En aan de andere kant zit dan zo'n poederkwastje. Heel even opborstelen. Dit is voor mij genoeg. Ik doe mijn wenkbrauw het gewoon de hele dag op. Dit is prima. Nou, je ziet de bronzer er toch nog wel doorheen. Nou, ik heb een Pro Revolution Blush. Revolution Pro. Dus die brengen we een beetje aan op de bovenste rand van de bronzer. Klein beetje op de neus. Met wat er over is, dust ik gewoon even over mijn gezicht heen. Om het een beetje zoom te geven. Ik ben geen make-up artist, hè. Ik doe maar wat. Dus als ik iets doe wat fout is, hang me er niet aan op. We gaan de ogen doen. Ik heb geen oogpotloden, dus ik gebruik even, die ga ik even slijpen. Een gewoon oogpotlood die ik altijd gebruik. Om te tightlinen. Deze is van Maybelline. Dan doe ik altijd mijn ooglid zo omhoog en dan haal ik hem zo even drie keer in de weer of zo. Oké, dit is mijn moeilijke oog. Waarbij ik dus nu een traanoog heb. Op een of andere manier gaat dat oog nooit helemaal goed. Dan doe ik de waterlijn. Dit is een potlood van Essence volgens mij. Ja, van Essence. Ik heb een paletje van Makeup Revolution. Dit is de Reloaded Basic Mats. En dan begin ik met deze kleur. Deze. In het midden. Gewoon helemaal over het ooglid. En ik word steeds meer van de oogmake-up.
in principe is dat niet mijn favoriete onderdeel. Ik moet ook eerlijk zeggen, ik sla het heel vaak over. Dit is gewoon een soort huidskleurig iets. En dan doe ik deze. Ja, ik sla het ook heel vaak over. Ik heb heel erg overhangende oogleden. Dus ik kijk recht. En dan oog open. Voor een beetje definitie. En eigenlijk vind ik dit al meer dan genoeg. Ik zal een heel klein beetje van deze bruin in de ooghoek doen voor definitie. Dan lijkt het vaak of je er... Het blendt wel heel goed, zeg. Dit. Dan lijkt het vaak of je er heel veel aandacht in hebt bezorgd. En dat doe ik dan ook een beetje naar binnen blenden. En als ik op een gegeven moment denk van ik heb te veel, dan pak ik meestal mijn blender. De spons. Deze is van Boozy Shop. En dan druk ik het gewoon op. Deze kant wil ik nog even wat zachter hebben. En dan pak ik een kleine smudger brush. En dan doe ik die donkere ook even onder. En ik dip er echt één keer in. En doe ik het uiterste hoekje van een bovenooglid. Doe ik ook even met die donkere. Zodat het een beetje in elkaar overloopt. Zo. Ik heb gesmutst. Even. Dit is denk ik net van het knijpen. Hetzelfde truc als voor je mascara. Even wegborstelen. Dit is hem. Dit vind ik echt meer dan genoeg. Dat, je bent er niet zo heel erg van. Wessel is trouwens inmiddels terug uit de kei. Helemaal op tijd maandag was hij. Dus wij hebben hem lekker opgehaald. Ook echt bij de gate. Of bij de arrival ding. Hartstikke leuk. Ik ben blij dat hij er weer is. En dan mijn Curl Bounce. Het is niet helemaal Make-up Revolution. Omdat ik dat soort dingen gewoon niet ervan heb. Vaak doe ik hem zo en dan knipper ik met mijn ogen. Want ik wil ook nog wel eens in mijn ogen prikken. En dan krijg je weer dat knijpeffect. En dan zit je mascara overal. Het was maandag zo erg. Dat ik het ook niet meer wegkreeg.
Dat ik helemaal alles af heb gehaald en opnieuw ben begonnen. Klein beetje aan de onderkant vind ik altijd fijn. Ik heb hele kleine, een beetje Aziatisch model ogen. Dus ik vind altijd dat mijn ogen een beetje open maakt. Heb ik toch nog een smudge gemaakt. Ik had het eigenlijk gewoon even moeten laten drogen. De Glowfix poeder ga ik niet meer gebruiken. Het is glowy genoeg naar mijn zin. Dan had ik ook nog een bronzer. Die bewaar ik ook voor de volgende keer. Want voor een andere keer. Want je ziet het nog prima. Ik heb nog wel een. Dit is een highlighter. Heb ik dat nodig? Nee. Dat heb ik ook niet nodig. Dus die bewaren we ook. Dan heb ik van XX Revolution. Even weer mijn bril opzetten hoor. De Satin Liquid Lipstick. Dat is deze. Die ga ik nu niet gebruiken. Maar deze heb ik gisteren om 9 uur 's ochtends opgedaan. En 's avonds om 9 uur weer afgehaald. Deze zit echt. Ik heb van XX Revolution de Shine Balm Hydrating Lip Balm. In de kleur Delicate. Die wilde ik eigenlijk vandaag op. En dat ziet er zo uit. Het zijn echt mooie verpakkingen. En dan is dit hem. Ik doe het zonder... Wat een mooie kleur. Oh, ik hou ervan. Dit doet mij qua kleur heel erg denken. Het is een magneet trouwens. Aan die van Chanel. Goeie kleur. Ja. Heel mooi. Ik zou de volgende keer wel een lippotlood erbij doen. En dan heb ik natuurlijk mijn Super Dewy Fixing Spray. Oeh, en mijn waaiertje om het even te drogen. Is hem. Bijna full face of Make-up Revolution. Dan heb ik hier weer zo'n glimmende plek. Wat is dat toch? Nou goed. Ik heb nog wel wat dingen over die ik niet gebruikt heb. Maar die komen nog wel in een ander, op een ander moment. Wat was mijn favoriet? Ik denk dat ik alles prima vind, zeg maar. Ik ben niet zo... Ja. Past mij wel de Make-up Revolution vibe, om het zo maar te zeggen. Ondertussen doe ik even mijn horloge om. Dus ik ga aan de huishouddag beginnen. Want ik ga niet weg vandaag. Mijn hulp komt vanmiddag. Dus, verder. Doe ik even de oorbellies in. Dit is een nieuwe knot die ik heb geprobeerd. Ik ben nog even... Dit is een viral TikTok hack die ik dan weer op YouTube voorbij zag komen. Maar ik moet zeggen...
Ik had twee verschillende oorbellen. Het blijft wel goed zitten. Het voelt heel stevig aan op een of andere manier. Dus. Oké. Dit was hem. Leuk dat je weer keek naar mijn hobby YouTube kanaal. Fijn dat je ook geïnteresseerd bent in make-up en dat soort dingen. Het is voor mij mijn grootste hobby. En ik geniet er elke dag van even zo een half uurtje om mezelf op te maken. Dat duurt niet altijd een half uur. Kan ook in 10 minuten. Maar meestal duurt het ongeveer een half uur, 3 kwartier. Ik ga met de dag verder. Ik zie jullie weer snel. En dan like en subscribe. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei.